Goedemorgen guys en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie meenemen in mijn acne journey. Ik ben namelijk gisteren naar de dokter gegaan omdat ik de laatste tijd toch wel weer meer last heb van mijn acne. En af en toe gewoon uitbraken heb. Ik heb dus een soort van antibiotica crème gekregen en een ander soort crèmetje. Wat ik nu op moet halen bij de apotheek, dus dat ga ik even doen. Ik ga dit acne journey gewoon met jullie doorstaan. Ik ga jullie meenemen met allemaal met de updates. Als er iets nieuws bij komt of als ik er minder last van heb. En ja, dat eigenlijk. Ik ga even naar de apotheek toe. Vergeet zeker niet om een blauw duimpje omhoog te doen om te abonneren. En op het belletje te klikken, want dan ben je altijd op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. En dan zie ik jullie zo bij de apotheek. Oké, guys, ik weet niet of je me heel goed hoort. Maar ik heb dus eerst mijn antibiotica spullen opgehaald bij de... bij de apotheek. En ik ga dit dadelijk met jullie uitproberen. Hoi guys. Het is nu al een paar dagen verder dan van dat ik mijn medicijnen heb opgehaald. Of medicijnen. Dus in ieder geval dat spul voor op mijn gezicht heb opgehaald. Ik heb nu al 2-3 dagen gebruikt en ik merk wel steeds meer verschil. Even kijken hoor. Ik ga even het stickertje eraf halen. Ik heb de afgelopen dagen niet gevlogd omdat ik had er gewoon geen tijd voor. En ik weet dat ik meer moet gaan vloggen en daarom ben ik hier weer. In ieder geval, dit is hoe het heet. En dit is wat ik nu voorlopig voor mijn gezicht ga gebruiken. Ik heb ook nog een andere medicijn, maar die ga ik nog niet gebruiken, want het is nog echt te warm en ik mag daardoor niet in de zon komen. Het is gewoon een flesje met druppeltjes en dat ga ik op mijn gezicht aanbrengen. Dus if you have one momento. Oké, guys, ik ga even kijken of ik de clindamycine, ik ga kijken of ik dit spul in ieder geval op mijn gezicht kan zetten. En of ik het even kan filmen. Zo, ik ga even kijken of ik mijn camera ergens kan neerzetten. En dan ben ik het al bij jullie terug. Ik ga een beetje voor overbukken, want ik moet goed in de spiegel kijken. It burns. Uit. Grijpen. Over mijn hele gezicht. En ik pak nog heel goed, mijn kaaklijn hier zo. En in mijn nek nog een keer erbij. Omdat daar heb ik altijd de meeste uitslag. En I don't like that. En dat gebruik ik gewoon 1 keer per dag. En die andere crème moet ik eigenlijk 1 keer per dag aansmeren. Maar omdat het natuurlijk te warm is en ik gewoon bijna de zon niet zou kunnen ontwijken, ga ik dat nog niet doen. Volgens mij gaat het volgende week heel de week regenen, dus die ga ik er dan bij pakken. En voor vandaag, ja, heb ik niet meer heel veel te vertellen. Ik was van de week jarig. So, yeah, should like my video en abonneer, because I'm that bitch. En ik zie jullie morgen gewoon weer met resultaten en updates. Hi guys, daar ben ik weer. En het is niet een paar dagen later. Het is gewoon hetzelfde avond als dat ik vanmiddag heb gefilmd. Waarom ik nu even kon filmen is omdat ik net in de spiegel keek. En ik zag dat ik hier een dingetje had. En hier. En ik denk dat we allemaal wel een beetje streven naar perfectie. En daarom ga ik dit spul aanbrengen. Dit zou ontstekend rem moeten zijn. Wacht even, ik ga het voordat ik het openmaak. Ik ga het even in de camera laten zien. In ieder geval ga ik dit een beetje aanbrengen op mijn gezicht. Ik kan eerst even openmaken. Ik ga even mijn camera ervan zetten en I'll be right back. Oké, zo ben ik weer. En zoals ik zei ga ik de... Het heet, even kijken hoor, het heet tretinoïne of zo. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Maar hiervan moet je dus een klein laagje op de plekken aanbrengen. Waar het dus super erg is. Nou, dat is hier. En even kijken, hier. Dat moet ik een beetje uitschrijven, want dit is wel heel veel. Heb ik nog ergens? Oh ja, hier. Kan ook wel. Als het goed is, moet dit dus ontstekend remmend zijn. Maar in ieder geval, wat ik er even duidelijk wil maken is... Ik denk dat iedereen wel een beetje streeft naar perfectie. En ik ook. En daarom dacht ik van, weet je, ik ga gewoon beginnen met dit filmen. En misschien mag ik daardoor wel niet in de zon zitten. Dat maakt voor mij op zich niet heel veel uit. Want ik wil gewoon dat mijn huid er beter uitziet. En daarvoor neem ik jullie ook mee hierin. Omdat ik wil gewoon laten zien dat het oké is om je soms niet goed te voelen. En niet lekker in je vel te zitten. En dat je daar gewoon, als je er iets aan kan doen, weet je, waarom niet? Als je er niks aan kan doen, dan is het niet iets om dwars over te zitten. En ik vind ook dat dat gewoon een beetje bespreekbaarder gemaakt moet worden. In ieder geval, ja, ik ging dit even spontaan filmen. Ik zie jullie morgen weer. Ik ga nu lekker slapen, want ik ben echt keimoe. En doei! Goedemorgen, guys.
Ik ga me heel even klaarmaken om te douchen. En dan ga ik mijn clindamycine op mijn gezicht smeren. Ik heb echt zo slecht geslapen. Maar ik ga me nu klaarmaken. En I will see you in a minute. Oké, guys, daar ben ik weer. Ik ga nu de clindamycine op mijn gezicht aanbrengen. Het ruikt echt naar een soort van alcohol of zo. Het zou me ook niet verbazen als dat ook zou zijn. Ik kan zo wel even voorlezen wat erin zit, maar ik denk dat niemand dat echt heel interessant vindt. Ik ga zo lekker werken, dus ik ga er maar stoppen voor vandaag. En ik zie jullie gewoon vanavond, want ik ga dan die andere cam weer aanbrengen. En goodbye! Hoi guys, daar ben ik weer. En ik ga weer de clindamycine op mijn gezicht aansmeren. Dat is het verkeerde. Wat ik nou wil zeggen was, het regent dus nu aan het onweer. En ik wil zo naar de winkel gaan, want I'm starving. Ik heb gewoon trek en ik wil ook drinken aan en zo. Voor de rest gaat het echt super goed met mijn huid. So, you know, I'm gonna keep up this work. Voor de rest heb ik niet meer over te vertellen. Ik ga dit gewoon aanbrengen op mijn gezicht. Waarom ik niet meer in de avond film is omdat ik in ieder geval op dit moment geen uitbraken heb. Dus dan waarom zou ik moeten filmen? Toch nog een keer zeggen van vergeet niet op het duimpje omhoog te doen, te abonneren en op het belletje te klikken. Want dan ben je altijd op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. En ja, weet je, ik zie jullie morgen wel weer gewoon. Ik heb niet heel veel te vertellen, dus ja. Bye, honey boonies. Hoi guys, het is nu avond en even kijken hoe het gaat. In ieder geval, ik film nu omdat ik vanochtend een beetje haast had en geen tijd had om het te filmen. Dus ik dacht, ik ga gewoon in de avond dan even filmen. Ik ga ook van klus op mijn gezicht laten zien. Ik ben zo blij met hoe het er nu uitziet. Het ziet er fucking goed uit. En I'm gonna keep it this way. Ik raad dit product aan, zeker voor mensen met een vette huid. Maar voor de rest ben ik echt tevreden met nu met hoe het eruit ziet, het resultaat. Ja, ik moet nog best wel wat dagen met dit product doen. En daarom ga ik meerdere video's maken van mijn acne journey. Het is al best wel laat, dus ik ga lekker naar mijn bedje toe. En dan zie ik jullie morgenochtend weer, want vanaf morgenochtend ben ik gewoon weer back to the daily routine. Ik ga lekker slapen, so see y'all tomorrow. Hoi guys, daar ben ik weer. En we zijn nu 2 dagen verder. Ik heb gisteren en ergens niet gefilmd. Ja, omdat het niet nodig is om elke dag te filmen. Ik heb niet elke dag iets, hoe zeg je dat? Te filmen. En ik zou eergisteravond zou ik eigenlijk wel gaan filmen hoe ik die ontstekingsremmende crème ging opdoen. Maar ik was zo moe en ik was het gewoon vergeten ook. En ik was echt super moe. Maar ik ga in ieder geval nu weer de clindamycine aanbrengen. Ik ga dadelijk trouwens echt even opzoeken hoe dit nou precies, hoe je dit uitspreekt. Het gaat op zich best wel goed met mij uit. Af en toe nog een beetje, ja. Weet je, ik ga sowieso nooit de perfecte huid hebben, daar kan ik mee leven. Maar zolang het maar een beetje oké eruit ziet. Ik weet namelijk dat het veel erger kan en dat ik eigenlijk al helemaal niet mag klagen. Maar ja, ik denk dat iedereen, zoals ik al zei eerder in deze video, wel een beetje streeft naar perfectie. Including me. Gisteren, toen ging ik deze spel dus aanbrengen, kwam het in mijn oog, jongens. Oh, it burnde zo erg. Ik ben een beetje moe. Ik ga vrijdag uit eten. En ik ga volgende week schoolspullen halen. Daar komt ook nog een video online voor. Ik ga jullie vanavond wel even zien, want ik ga dan weer die ontstekingsremmende crème aanbrengen. En ja, dat eigenlijk. So we can get to the top. Thank you very much. En ik zie jullie vanavond. Hey guys, daar ben ik weer. Het is nu avond en ik ga nog even mijn antibiotica crème aanbrengen voordat ik ga slapen. Deze crème moet je niet te veel van gebruiken, want het is best wel een CeraVe crème. Wat ik doe, gewoon doe ik pak een puntje en doe hier. En dan wrijf ik het gewoon een beetje overal wel uit. Kijk, het is dat ik een echt al heel lang een huiscorrectie. Oh, ik kon het even niet vinden hoor. Zeg maar, deze komt er. Extra crème eerst op de plekken waar ik zie dat het voor mij wat erg is.
In ieder geval, wat ik aan het zeggen was. Ik wil dus een heel lange neuscorrectie. Ik vind mijn neus niet lelijk van de voorkant, zeg maar zo. Vind ik hem niet lelijk. Zo vind ik hem ook niet lelijk, maar zo vind ik hem wel lelijk. Kijk, in ieder geval, ik kan er wel op zich mee leven hoor, niet daarvan. Maar mijn preference gaat wel gewoon uit naar gewoon een mooi neusje. Of nou gewoon iets, een neus waar, niet per se mooi, maar gewoon een neus waarbij ik me comfortabel voel. Want ik voel me niet echt comfortabel bij deze neus. Dan heb je dit ook gelijk weer wat gehoord. Nieuwtje, perfect. Ik ga lekker slapen, guys. Ik ben moe. Ik heb me dan nog gepoetst en mijn gezicht hiervoor gewassen. Ik dacht, ik ga dit snel opnemen en dan ga ik lekker naar mijn bedje toe. Ik moest vandaag eigenlijk werken, maar ik ging uit eten zoals ik al zei. Dus ik heb iemand gericht voor werk. Heb ik nog iets te vertellen? Not really. Ik heb binnenkort voor opnames, maar daar komt ook weer een video over online. In ieder geval, ik ga niet meer langer lastig vallen. Ik zie jullie morgenochtend. Good night. Goedemorgen, guys. Of namiddag alweer. Ik ga weer de clindamycine op mijn gezicht aanbrengen. Ik ga dit keer niet filmen, omdat het is niet heel interessant om elke keer deze crème op mijn gezicht aan te smeren. Ja, mijn huid is op zich, het kan beter. Maar ik merk wel altijd, zeg maar, als ik me net geschoren heb, dan is mijn huid heel erg geïrriteerd. Dus dan lijkt het altijd erger en dan na een uurtje of zo valt het echt weer mee. Dus daarom, ik ga dit nu niet filmen. Misschien dat ik vanavond nog even een stukje film en anders zie ik jullie gewoon morgen weer. Tot dadelijk of tot morgen. Hey guys, daar ben ik weer. Zoals je ziet, ik weet niet of je ziet, maar ik heb hier een buis en hier. En it fucking hurts. Dus ik ga even... ik hoop dat jullie me zien. Ik ga even de clindamycine op mijn gezicht aanbrengen. Maar hiervoor heb ik even de spiegel nodig. Want ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan. Stupid ass. Want ik moet zo werken. Dus, dit is zo ghetto. Zeg maar, ik mag mijn wenkbrauwen niet raken. Want anders moet ik alles opnieuw doen. En daar heb ik echt geen tijd voor. Dus ik ga vanavond weer die ontstekingsremmende crème gebruiken. Met jullie. Voor de rest heb ik niet zoveel te vertellen. Ik ga zo lekker werken. En ik ga van de week even spulletjes kopen. Omdat ik natuurlijk in augustus weer naar school ga. En ik heb er super veel zin in. In ieder geval, ik ga nu naar werk toe. Ik zie jullie vanavond. Met de ontstekingscreme en de crème. En ja, dat eigenlijk. Tot vanavond. Hoi guys. Welkom terug bij een nieuwe dag. Een nieuwe kansen. Ik ga even een maskertje opdoen. Want ik vind dat het ook belangrijk is. Dat je eens in de zoveel tijd. Ik doe één keer in de week. Een maskertje op mijn gezicht. Of zo'n sheet, weet je wel. Dus dat ga ik even doen. Ik heb vanochtend en gisteravond het spul nog gebruikt. Ik heb geen zin om. Ja, ik heb wel zin. Ik kan het wel elke keer filmen. Maar het is niet alsof je, zeg maar, iets anders ziet dan wat ik heel de tijd heb gefilmd. Dus vandaar dat ik het niet heb gefilmd. Ik ben gisteren trouwens uit eten gegaan. En het was echt mega lekker. Echt oprecht. Het was super lekker. We hebben gekregen, zeg maar, een soort van barbecue gegrild. Daar bij het restaurant zelf. Het heet Soil Sisters. Of zoiets. Maar dat maakt ook niet uit. In ieder geval, zoals ik al zei, ik ga het maskertje aanbrengen. En dan gaan we gewoon wachten en het eraf halen. Because you need to take care of your skin, honey. Oké, guys. Zoals ik al zei, ik ben zo bij jullie terug. Want ik ga nu even de sheet mask op mijn gezicht aanbrengen. Ik ga dit niet op camera doen, want het gaat sowieso echt gigantisch fout. En dan ben ik met een minuutje bij jullie terug. Hoi, guys. Ik kan echt moeilijk praten. Hoi, guys. Daar ben ik weer. Ik heb de sheet mask nu op mijn gezicht gedaan. Dit is een bubbling sheet mask. Dus met een paar minuutjes is het niet meer zwart, maar helemaal wit met bubbels. Deze heb ik volgens mij bij de Action gekocht. De bubble sheet mask. Even kijken. Ja, zodra het masker in contact komt met de huid, begint het te schuimen. En je moet het tot 10 tot 15 minuten erop laten. Dat en ja, ik kom gewoon bij jullie terug als het als dit ding zeg maar zo als dit ding hoe zeg je dat is begonnen met schuimen,
So, see you in a minute. Oké, guys. Zoals je ziet is het helemaal gaan bubbelen en schuimen. Ik ga het masker nu afhalen, dus ik ga jullie meenemen. Ja, ik ga het er nu afhalen. Even kijken. Oké. Zo kan het ook wel. Ciao. Oké, kijk, dit is het masker. Die ga ik weggooien. En nu ga ik mijn gezicht wassen. Ik doe zulke maskers omdat het gewoon heel refreshing is voor je gezicht. En het gewoon af en toe nodig is voor je huid. Nu heb ik mijn gezicht gewassen. Dus nu ga ik mijn handen pakken en mijn gezicht afdrogen. Uno momento. Want ik ga alleen mijn gezicht droog maken. Neem jullie mee, momentje. Hoi guys, daar ben ik weer. En zoals ik zei, ga ik nu de clindamycine aangebrengen op mijn gezicht. Ik had het vanochtend niet gedaan, ik moest werken zoals ik al zei. Hoe laat? Om 8 uur van 8 tot 1. En ik had een beetje haast. Ik had een beetje haast en stress. Dus ik dacht van, ik doe het later op de middag. Kan een keertje geen kwaad. Maar niet dat ik nu opeens heel mijn routine overhoop gooi hoor, guys. Don't worry, don't worry. Oké, nou ja. Morgen is alweer de laatste dag dat ik dit met jullie ga filmen. Dat dan deel 1 voorbij is. Van dit acne journey. Want ik wil natuurlijk meerdere delen uiteindelijk uploaden. En daarom stop ik voor morgen met dit deel. En dan komt er een deel 2 waarschijnlijk. Maar niet getreurd jongens. Er komen nog genoeg video's van mij aan. Ik ben echt druk bezig. Om zoveel mogelijk content voor jullie te maken. Dus daarom vraag ik ook elke keer toch weer van. Weet je. Van abonneer. Klik op het belletje. Etcetera, etcetera. En ik ga binnenkort ook weer dingetjes voor tv doen. Dus stay tuned. Ik laat allemaal weten hoe en wat. Wat ik ga doen. Hoe het zit. Wat ik mee moet nemen. Ik ga daar nog een hele vlog voor maken. En ik zie jullie morgen gewoon weer. Met de laatste dag. I can't wait. So see you tomorrow. Goedemorgen guys. Daar ben ik weer. En zoals ik zei is dit de laatste dag van de eerste video. Ik ga de clindamycine weer aanbrengen op mijn gezicht. Voor de laatste keer alweer. Het is zo snel gegaan. Maar mijn huid... Wacht even, laat mijn telefoon pakken. Mijn huid is zoveel beter erop voor uitgegaan. In ieder geval, we gaan dus nu voor vandaag voor de laatste keer voor deze video de clindamycine aanbrengen. Hij ligt niet in de doosje, maar het doosje nog hier. Ik moet hem heel even erbij pakken, dus één moment. Dus ja, we gaan voor de laatste keer aanbrengen, jongens. Hij is al bijna leeg, dus ik moet sowieso weer naar de apotheek over 2 weken. Of wel, 2 weken. Over 1,5 week weer naar de apotheek om hem bij te bestellen. In ieder geval, ik hoop echt dat jullie genieten van deze video dat ik voor jullie maak. Because I've been in my back lately. Ik weet niet of de close-up die ik net van mijn gezicht heb gedaan een beetje goed eruit zag. Want anders doe ik hem even opnieuw zo erin zetten. Dat zal dan hierna zijn. Oké, nou in ieder geval. Dit was dus de laatste keer dat ik met jullie de clindamycine heb aangebracht voor deze video. Misschien als er een deel 2 komt. Wat ik wel ergens hoop, maar ook weer niet. Want dan betekent dat het weer slecht gaat met mijn, met mijn huid. Dan gaan we natuurlijk nog steeds verder met deze antibiotica. In ieder geval, ik weet niet meer wat ik ging zeggen. Dus ik ga het gewoon afsluiten voor nu. En ik zie jullie vanavond weer. Dan gaan we de ontstekingsruimte de crème ook voor de laatste keer aanbrengen. Voor deze video. En ik hoop gewoon jullie dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. En dan zie ik jullie vanavond. Hoi guys, daar ben ik weer. Ik heb de crème er zojuist bij gepakt. Die gaan we dus nu aanbrengen op mijn gezicht. De tretinoïne. Dat topvallen pak ik zo wel op. Zoals ik zei, niet te veel. En dat ga ik even uitwrijven op mijn gezicht, op mijn hoofd. Het was me toch echt een journey om dit allemaal met jullie te filmen. En
te delen. Vooral omdat ik mijn huid best wel een gevoelig onderwerp vind. Ik voelde me namelijk nooit echt comfortabel door mijn huid. Dat ik altijd wel puistjes had of altijd wel zeg maar iets had. Onzuiverheden, puistjes, meeeters. Noem het maar op. Maar ik voel me wel steeds comfortabeler daarin ofzo. Dus ja, dit is de laatste keer dat ik het heb aangebracht. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Als je hebt genoten van die video, dan vraag ik je om een blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren en op het belletje te klikken. Want dan ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende.